Hallo allemaal, welkom bij deel 2 van de middelbare school. Ja, er is eigenlijk weinig school gaande nu, want het is zaterdag, zondag. Dus we moeten even wachten op de maandag, maar goed, ik zit te wachten op mijn patat dat die klaar is. Dus ik zal af en toe even weglopen om te kijken of mijn patat wat bruin en krokant is. En niet zwart en verblakerd. Zo, en dan zijn we even naar je. Die gaat. En dan. We zouden openen. Nieuwe post. Overeindbal. Verdrietig. Hey, we hebben hetzelfde truitje. Zo. Oh, je bent heel energiek. Misschien kunnen jullie even me dat vertellen. Ik weet, ik doe pre-uploading, dus. Maar ik ga er verder ook niet naar zoeken. Een zin van mij kwam met een wit beeldje van een konijn terug. Die had ik uit haar tas gehad en die had ik in haar slaapkamer gezet. Op een dag was het beeldje weg en had ik allemaal blauwe geesten. Maar misschien waren ze er niet bang voor, want je krijgt juist een buff als je met ze communiceerde. Waar is dat van? Dat met dat bovennatuurlijke pak te maken? Maar volgens mij niet. Ik heb het er nooit eerder gezien, een blauwe... balletjes, zeg maar, die ronddwarrelden. Want bij deze familie heb ik er geen last van, want die hebben dat konijn niet. Ik weet ook niet hoe ze dan het konijn is gekomen. Een wit konijn. En ik ben gestopt met die andere aflevering ook, omdat mijn telefoon continu afging. Dus ik wilde dat eruit editen, maar het bleef maar 10 minuten beeld over. Dus ik heb nu tegen iedereen gezegd van, als jullie mijn bericht lezen dat ik aan het opnemen ben, bel me niet. Want ik kan, en anders hang ik gewoon op, neem ik hem niet aan, want ik word er helemaal gek van. En die video die liep al van 35 minuten. Ik heb je nagenoeg lang hoe vaak er gebeld werd. Spittert lekker weg. Even een stukje cola. Je kan achtergrondgeluiden horen, maar balkonnetje voor de ramen zijn open. Het is al fucking warm. Ik heb astma. Dus ik heb ook heel veel last van dat Ik kan er niet even niet opkomen.
Alan, Bonnie, Robbie. Nou, dan krijg je met het warme weer, maar het, bij mij gaat het zo werken dat ik totaal geen lunch meer heb. Dat heb ik nu al een paar weken. Ik was blij dat ik nog vakantie had. Want ik kon niks, ik had echt geen zin meer om niks. Ik had geen zin om te kijken, maar ik had helemaal niks. Smok. Daar reageer ik nogal fel op. Mijn stem is daar ook heel anders. Een beetje een brom erin en echt veel slijm in mijn keel. Ja, dat is door de astma. Ik heb al gepufft voordat ik deel 2 op ging nemen. Dus, en ik loop er al vandaag mijn kind zijn ermee. Dus ik ben er al gewend. Dat is ook de reden dat ik ook een hele tijd hier heb geüpload. Ik had er totaal geen energie voor. Dit is geen Nederlandse zomer. 21 graden is perfect, maar geen 28 graden. En gisteren was het 32 geworden. Oh, het is nu 25 geworden. Maar ik had het namelijk al geprobeerd te googelen. Maar Google, je krijgt heel andere dingen als je dat van een wit konijntje, dan krijg je Power of the Leeuw bijvoorbeeld, van met zijn konijntje, het kistletje, nou, allemaal shit, ik ga niet eens meer verder Google, dat heb ik gezien. Oh, dan gaat de telefoon ook weer over naar de volume, maar ik wil, nou al, maar ik ga niet. Wie krijgt de telefoon? Wie krijgt de telefoon? Niemand. Zo. Simone Sarah. Sure. Oh. Ik zeg niemand, er komt alweer eentje aan. Ja, ik ben sinds kort nou ook Sims 3 aan het spelen. Ik had het een paar jaar geleden dat ik... zo'n pack gekocht met... Oh, Alexa! Zet de timer 25 minuten. For how long? Excuse me. Alexa, zet de timer 25 minutes. 25 minutes, starting now. Thank you. Anytime. Ai, ze zegt het weer. Ja, als je het nu tegen gaat, is dat het zo afgewezen. Ja, dit is Regina en mijn allereerste vampiertje die ik gemaakt had. Ah nee, ik had het over de Sims 3. Ja, want en ik heb verleden week heb ik alle packs gekocht en alle add-ons, etc. van de Sims 3. En wat je nog in game kan kopen, heb ik gekocht. En ik moet zeggen, de laatste pack wat ik gekocht heb was Dragon Valley. Maar dat is wel een leuk pack, zeg. Met die draken. Ik heb nou een groene draak, en een zwarte draak en een rode draak. En er moet nog een paarse draak zijn. Dus ik ben ze allemaal het zo van eieren gekocht en wacht tot ze uitkomen. Met die draken geef je ook weer een buff. Met de zwarte kun je bijvoorbeeld geest oproepen. De rode geef je een positieve boost. De paarse weet ik nog niet, want die heb ik net uitgebroed. En toen had ik ze gaan opnemen, dus ik heb verder niet meer gekeken. Ja, kracht is jouw. Durf je wel volwaardig vampier tegen beginnend vampier?
Het gaat alweer wat beter. Ja, nou had ik, vrijdag had ik dat ook, ik was op mijn werk en ik was mijn puffer vergeten. Mijn collega die ziet het, hij zegt, wat is er met jou aan de hand? Ik zeg, ik moet mijn puffer hebben. Hij zegt, wat ligt hier? Zie je thuis? Hij zegt, in de auto, ik drink je wel even. Dus, nou, ik naar huis, mijn puffer opgehaald, mijn chef, hij zei, nee, maar laat me lekker gewoon van je weekend genieten. Ik kom maandag maar weer. Ja, nou, dankjewel. Ja, waarom kun je geen bericht schrijven? Nee, hoe gaat het met jou? Je kan alleen een dingetje sturen. Nieuw bericht, wat denk je van, ja, nu en nieuw, hè? Nou, doen we een flirtje naar Cassandra. En we typen je, helemaal niks. Want het gaat automatisch. Zoelstoel. Dat is de directrice. Dus ik ben al naar school geweest, daarom ken ik ze. Daarom kent ze ook zoveel kinderen. Ik heb ook weerwolven, maar... die janken. Ik had hem gelijk gezet als de vampier op nummer 1, gedeelde eerste plaats. Na 5 afleveringen zakte hij al naar de 3e plaats. Na 10 afleveringen zakte die al naar de 7e plaats, net boven Batu. Om maar een paar dingen te noemen wat de nadeel zijn. Ik deed een Rectoritjes OP, het was misschien wat geen geld. Maar je Sims, zo begin je dat. Hij mocht alleen geld verdienen door middel van te werken. Dus een baan gegeven. Hij zit nog geen half uur op zijn werk. Hij verandert in een weerwolf en hij komt naar huis. Ja, oftewel, geen moe verdiend. Mijn Sim had honger. Ik weet, op mijn werk kunnen ze eten en drinken en naar de wc gaan als het zover is. Dus daar maak ik me nooit zorgen over. Als hij een weerwolf is, kan hij niet eten, niet drinken. Ik kan maar één ding en dat is slopen. Dus tegen de tijd dat hij klaar is met slopen, is hij van de honger dood gegaan. En toen heb ik meteen dat weerwolfpink ook afgebeurd ding. Goudsbruin bedoel ik dan. Maar ten eerste, die weerwolven lijken niet op weerwolven, maar meer op weerkatten. Ik heb er net doen gedaan dat je hun neus tenminste kan uitrekken. Die zijn namelijk in de deur. Wie is daar? Hoorde de deurbel? Ja.
Zo. Knapperig patat. Zo zeker van nou. Mayonaise met curry ketchup. Oh, lekker. Mijn lijf gaat dat het met zout op was. Dus ik heb daar geen zout op. Maar het maakt niet. Oh, wacht, ik heb hier nog een stukje zout op. Nee. Oké. Okay. Mooi, maar even zout halen. Je nou moet blijven. Ja, zeg. Sorry. Nee. Maar ze moet ook weer straten worden. Oh, ze is al straten. Ze hebben nog helemaal geskild. Ja, maar jou ook zo? Ja, voor jullie lijkt het alsof het daar geen is, maar ik speel al 4 dagen met ze dus. Ik dacht echt dat ik het vies zou vinden, maar ik vind ketchup, tomaten zijn wel lekker. Ik had het meegenomen om te noemen van het is ketchup. Terwijl ik het erop spoot, erop. Ik dacht niet eens naar het etiket gelezen. Maar die tubers lijken zo erg op elkaar. Maar wat wil ik zeggen, ik vind het nog lekker een tomatenketchup.
Yes. Oh ja, te goed. Oh. Volgens mij heb ik niet eens een bed in mijn huis staan. Nee, wel boven staat er in. Twee zelfs. Want vampieren hebben geen bed nodig, want ze slapen toen niet. En daar ik mijn normale savecam aan het spelen ben. Want zijn van mijn eigen sims zijn al maximaal in de... Die, ja, ik heb die activering niet zo geanderd, anders zo'n grijze ding zoals hij waarschijnlijk zal hebben. Ja. Als je die weg had, dan gaan we kijk, dan is je even... Hey, we zijn vrolijk. Onderdrukte emoties noemen ze dat. Nee, stop. En... Ah, ik heb eigenlijk een satéetje moeten koken, die verpakt, maar ook wel lekker geweest. Nee, ik kan wat eigenlijk nog eten. Ik heb totaal geen zin om boodschappen te doen. Ik heb nog genoeg eten, ik heb nog genoeg drinken en eigenlijk mooi. Dan kan ik weer boodschappen doen. Mooi, ik ga niet op zondag drinken. Ik heb 20 jaar ook een keer mijn pennenset vernieuwd. Toen kom ik morgen binnen. Jan beklaagd, die begon los te komen. Ik zat een duik in de pan. Ja, ik heb een nieuwe pennenset besteld. Die wordt mooi geleverd. Ja, die video van gisteren ook, die maakte. Had ik het nog erger te pakken dan vandaag. Dus ik zat te spelen en er kwam geen woord uit mijn mond. Ik had mijn muis beet en dan, nou, wat dat doen. Ik
gehad dat ik na 15 minuten bij de video heb, ben ik ermee gestopt en ik moet naar mijn bed gegaan. Hoe hoort dit ramen te zijn? Oh nee. Ben je terug, meid? Waarom ben je dat helemaal op de sleutel? Nee, wacht. Ik doe maar onder de douche. Want ik weet niet of die bed een... Nee. Ik heb een eigen markt gegeven. Omdat ze die Sims ook soms in bed gaan leggen zonder reden. Weet je, nee, maar ja. Ik kan haar hier aan maken. Nou.
Facebook. Natuurlijk hou je van videogames. Wat denk jij dan? Ik ben bijna klaar met eten. Zo weer het einde van deel 2 ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!